heb je de omvormer helemaal klaargemaakt en opgehangen en alle connectors erin gedaan, is het wel even van belang dat je tijdens het indrukken van de connectors een filmpje maakt. Als je dan een garantiegeval hebt, dan krijg je niet zoals ik te horen dat je de wifi stick er scheef in hebt gedrukt met veel geweld. Heb je een filmpje, kun je dat tenminste makkelijk weer leggen. Wekken de panelen niets op, is het donker, dat je denkt van ik ga dit vast aansluiten, dan zie je werkelijk helemaal niets gebeuren. Er moet echt een zonnepaneel werkend aangesloten zijn, dus met licht erop, en dan gaat hij pas werken. Ik heb bij het eerste keer opstarten verzuimd om dit vast te leggen met de video. Ik wil er wel even wat over vertellen. Zodra je hem aanzet met de schakelaar aan de onderkant, dan hoor je wat geklik en gedoe. En dan kan je op het knopje rechts van het display drukken en dan kan je Set Language doen. Ze gaan er vanuit bij GoodWe dat je lang kan indrukken en kort kan indrukken. Zodra je kort indrukt, dus even klik, dan ga je naar het volgende standje wat hier staat en druk je lang in, en dan kan je dus een tweede menuniveau in waar je dus wat kan instellen. Maar goed, bij de Set Language, dat was meteen al het eerste minuutje, en door dus gewoon klik, 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 klik erop te drukken kom je vanzelf op Nederlands en dan zoek je daarna eigenlijk naar een soort enter toets of iets dergelijks. Die is er niet, je moet dan gewoon daarop laten staan. Ook niet lang gaan indrukken of zo, gewoon gaan wachten. En dan wanneer het display uitvalt, dan blijkt dat hij gewoon daar naar die stand is gegaan. Zo ben ik daar tenminste doorheen gegaan. Uiteindelijk kom je bij Set Time. Ik weet niet meer of je dus steeds kort moet indrukken om op Set Time te komen. Maar zodra je op Set Time komt, dan moet je hem dus lang indrukken. En dan kom je dus in dit menuutje, waarin dus het jaartal staat en daarna dan de tijd. En door steeds kort te drukken of lang te drukken, kan je dus bladeren door de cijfertjes en lang indrukken om naar het volgende cijfertje te gaan. En dan weer kort indrukken tot je het volgende cijfertje. Ik zal het even laten zien. Hier hebben we het menuutje Set Time. Drukken we daar langer in. Dan komen we dus, in dit geval knippert de 2. En door kort in te drukken wordt het een ander getal. Het moet natuurlijk gewoon weer een 2 worden. En druk je dan langer in, dan ga je naar het volgende. Die je vervolgens weer kan veranderen door kort in te drukken. Druk je weer lang, ga je weer naar het volgende cijfer. Op die manier kan je dat dus allemaal invullen, waarna je er gewoon helemaal vanaf blijft en dan ga je er vanzelf weer uit. Zo makkelijk is het eigenlijk. En als alles goed is gegaan, dan brandt het groene ledje en knippert het oranje ledje steeds 4 keer. Hetgeen betekent dat hij geen verbinding heeft met de router. Daar gaan we zo wat aan doen. En er wordt wel opgewekt. Open daar de smartphone voor. Zoals hier, wifi verbindingen. En dan zie je daar staan, als het goed is, solar, wifi. En dan dus het nummer van de betreffende omvormer. In het lijstje met beschikbare verbindingen. Ik vind het zelf heel onhandig om het op deze manier met een telefoon in te stellen. Maar het is zeker handig om even te kijken of het werkt. Als dit niet werkt, heb je eigenlijk al een probleem. En dan zou ik toch maar eens kijken hoe dat zit met garantie. Ik heb het daarna eigenlijk in Windows gedaan. Door bij Windows rechtsonder op het beeldscherm te klikken, bij de wifi-verbindingen krijg je natuurlijk het lijstje met alle verbindingen en daar staat dan nu ineens ook, als het goed is, het Solar Wifi-netwerk bij. Door daarop te dubbelklikken en je verbinding met je eigen router te
verbreken en met de Solar Wifi te verbinden, moet je natuurlijk een wachtwoord opgeven, etc. Daar is een heel duidelijk filmpje voor gevonden op internet. Ik zet de link even hieronder. En als alles goed werkt, dan brandt nu het linker lampje, ledje, in plaats van dat hij knippert. En het komt nog wel eens voor dat hij gewoon later weer begint te knipperen. Dan heeft hij kennelijk de verbinding met het Ziggo-modem verloren. Je kan dan het Ziggo-modem opnieuw opstarten, maar doe je helemaal niets. Dan pakt hij hem later gewoon weer op. En dan geeft hij gewoon de data weer door aan SEMS. Aan het SEMS-portaal. Als de omvormer eenmaal de data naar SEMS stuurt, moet je zelf nog een manier vinden om het op te halen. En dat kan met de semsportal.com, door daarin te loggen met de computer of via de SEMS-app. Maar dat geknoei met die vingers van mij op zo'n schermpje vind ik dit toch handiger. Er is hier ook een gebruikershandleiding in opgenomen op deze website. Daar beginnen ze alleen al dat je er al in zit en zo. Dus ja, je moet eerst registreren. Dus je moet registreren, hierop klikken. En daarna kan je pas, als je geregistreerd bent met een e-mailadres en een wachtwoord, daarna kan je pas inloggen. En als je ingelogd bent, dan kan je dus inderdaad de zaken die in de gebruikershandleiding staan volgen. Ik hoop dat dat verder lukt. En anders lees ik hieronder wel als er nog vragen zijn.